Vorige keer was het zo dat de goede prestatie tegen Galatasaray heeft mensen wat optimistischer gedaan. En toen ging het over dat Borussia Dortmund zoveel spelers miste. En minder doen was in de competitie ook. Want Arsenal morgen mist ook een paar jongens. Maar dat blijft toch een topploeg in Europa. Dus voor ons blijft een moeilijke wedstrijd. En we moeten niet focussen over wie gaan zij missen. We moeten focussen hoe gaan wij de Arsenal in balverlies stoppen. En wat kunnen wij doen als wij de bal hebben. Ja, het is niet dat wij ons zomaar gewonnen gaan geven of zo. Morgen we spelen tegen Arsenal, dat weten we. Arsenal is een topploeg. Maar wij hebben nog altijd in de ploeg veel vertrouwen. En we gaan er gewoon alles aan doen om toch proberen punten te halen. Ondanks het tegen Arsenal is. Dit jaar zeker een stap vooruit heb gezet in dat opzicht. Ik vind dat ik belangrijker voor de ploeg ben geworden als vroeger. Dat heb ik ook natuurlijk wel bewezen met mijn goal in Galatasaray. Dus ik ga zeker en vast er alles aan doen om proberen morgen opnieuw te scoren of beslissend te zijn voor de ploeg.